Het Fries Museum heeft gekozen voor een Fries gezicht. Vind ik heel goed. Vind ik heel goed. Want daardoor onderscheiden ze zich. En de musea moeten zich veel meer onderscheiden. Er is natuurlijk ook veel meer concurrentie tegenwoordig. Iedereen zit in dezelfde vijver te vissen. Nou, het Fries Museum heeft nu iets wat een ander niet heeft. Dat verhaal van Friesland, ja, dat vind ik nu wel, dat kennen we nu wel. Dat is zo'n cliché. Dat is bij elke presentatie hoorde je, we gaan het verhaal van Friesland vertellen. Dat, ik kan het woord eigenlijk niet meer horen als ik het zie. Maar ik ben je net echt enthousiast door. Dit is een soort... Ja, dit goes direct voor. Is het prikkelend genoeg om te denken, ja, dit is een museum waar ik heen wil? Nee, daar ben ik nog net heen kwam. Toen ik dat logo zag, dacht ik, us museum? Ik dacht, het is potverdorie ook mijn museum. Het is ons museum. Us museum is toch ons museum? Ja, maar dat zegt dan ons museum. Nee, dat us museum, daar heb ik wat moeite mee. Waarom? Het is toch niet de bedoeling dat daar alleen maar Friezen komen? Meer als 3 jaar had de bouw van het Nije Friesk Museum aan het Ceylon in Ljouwdworren. Een cultuurpaleis van 36 miljoen euro, mogelijk worden dankzij het legaat van de Friese architect Abe Bonema, die in 2001 verstoor. Een nijlittenskip van liefst 18 miljoen euro, bedoeld als een financiële injectie voor de bouw van een nieuw Fries museum aan of op het Zeiland. Terug de erfenis hoe Bonema de Friese haatstijd eindelijk zijn museum van moderne kunst jaan, maar rondte van Joodse architectuur. Vreed, 13 september, waar het Nije Friesk Museum officieel iepene terug Koningin de Maxima. Ja, toen de verjering van de nije koers van het museum. Het verhaal van Friesland, zijn geschiedenis en cultuur. Ben je een archief, hè? En dat vergeten mensen vaak, maar dat is een heel belangrijke rol van een museum, dat jij het erfgoed beheert voor nieuwe generaties. En wat je dan ook moet doen, beheren, dat kan je heel technisch zien, maar dat is ook erover vertellen en het laten zien, want dan gaat het pas in je hoofd leven. Nou, als je naar Friesland komt of als je in Friesland woont en je wil iets over je eigen cultuur of je wil kennis maken met de Friese cultuur, dan ben je niet zo geïnteresseerd in 5 zalen schilderijen achter elkaar. Want dat is leuk voor kunsthistorici. Maar je wil weten wat is de achtergrond van die schilderijen. Waarom waren ze hier? Waarom ziet Friesland eruit zoals het eruit ziet? En daar kun je kriskras door die zaal lopen en ja, kijken en eruit pikken wat je wil. En je komt steeds aspecten tegen van Friesland. Dus de mensen, de tradities, het zoeken naar de identiteit, het landschap met de terpen, met de dijken. Nou, juist omdat Friesland zo'n rijke geschiedenis en zo'n rijke cultuur heeft, zou het heel raar zijn dat we dat in een depot doen. Deur op slot, hebben we het niet meer over. En dan gaan we dingen laten zien die niks met hier te maken hebben. Met dat verhaal van Friesland wil het Friesk Museum Nije Stiel zo'n 100.000 bezoekers in het jaar naar Ljouwd loeken. Maar oud-directeur Wim van Krimpen kreeg in zijn heegtijdsdagen onder het twabaksmerk met exposities van juist landelijke en internationale kunstenaars, maar krijgt 60.000 mensen over de vlier. Friesland als hoofdthema. Haalt dat 100.000 bezoekers naar Leeuwen? Nee, 1 keer. Of 2 keer misschien. Je moet niet helemaal de deur op slot doen. Dat is natuurlijk niet goed. Je moet natuurlijk wel verder gaan. Hè? Dus er moeten in de toekomst wel voortdurend verbindingen gelegd worden met Nederland, met de wereld. Anders wordt het natuurlijk een oudheidkamer. Dat lijkt me niet te bedoelen.
Het Grainger Museum had al 20 jaar een podium voor internationale kunst. Vanzelfs, er is de ruimte voor traditionele kunst en de verneemde schildersgroep De Ploeg. Maar de meeste aandacht, zo'n 200.000 bezoekers uit binnen- en buitenland, komen voor de grote exposities, de zogenaamde blockbusters. Eind 2015 een expositie op popartiest David Bowie. Deze moderne kunstenaar uit China, My Fuck Off Part 2. Ja, dat museum heeft daar altijd voor gekozen. Het is er eigenlijk voor gebouwd. Dat was ook een beetje de functie van dit museumgebouw. Uiteindelijk nog steeds heel spectaculair, 20 jaar oud bijna. Frans Haks is ermee begonnen. En zijn visie was, en die volgen wij nog steeds, omdat wij vinden dat die goed is. Je laat iets zien van de regio Groningse kunst, kunst en cultuur. Die je ook aan de gasten laat zien. Maar ook wil je dingen naar Groningen halen die mensen hier normaliter niet tegenkomen. Maar dat is juist ook ons kenmerk. Wij doen dingen die anderen niet doen. En hopen uiteraard dat mensen dan daarvoor ook naar Groningen komen. Maar ook het Drents Museum in Assen, dat een soort omdenken had voor de regionale geschiedenis en archeologie, kan haar net vinden in het Friese Museum beleid. De directie kiest juist bewust voor exposities met internationale uitstraling, omdat de bezoekers, zo'n 180.000 in het jaar, ook belangstelling hebben voor de regionale tentoonstellings. Voor de laatste succesvolle expositie, hoe de DRC-rollen bij Gelix, worden zelfs 250.000 bezoekers verwachten. We hebben drie speerpunten. En archeologie is er één van. Archeologie is eigenlijk onze unique selling point. En alle tentoonstellingen die we over archeologie hebben, die koppelen we natuurlijk aan onze eigen vaste presentatie over Drentse archeologie. Dus er is altijd een relatie. Je zult hier bijvoorbeeld geen conceptuele kunst zien, omdat dat niet in ons beleid verankerd is. He, dus die Dode Zeerollen, net zo goed als het Terracotta leger, grafcultuur, is verankerd in onze eigen vaste presentatie Drentse archeologie. Het is een groot succes. Zou het Drents Museum net zo'n succes hebben zonder exposities als de Dode Zeerollen? We zijn ons terdege bewust van het feit dat wanneer je grote internationale blockbusters maakt, dat het ook een enorme spin-off heeft op de bezoeker. Hè? Want meer dan 65% van onze bezoekers komen uit Noord- en Zuid-Holland. Dus dat betekent ook dat je een hele grote geografische spreiding hebt van de bezoekers die hier naartoe komen. Dat is voor ons heel wezenlijk, want wat willen wij natuurlijk? Wij willen gewoon de wereld naar Drenthe halen, hè? En de Drenten een blik op de wereld laten zien. En dat andere partijen uit het hele land er naartoe komen. Ja, dat vinden we natuurlijk fantastisch. En dat doen ze dus in grote getalen. Maar wat wier is mat zijn. Het Grainger en het Drents Museum hebben financieel meer ruimte als het Friese Museum. Dat krijgt van de provincie Friesland nog net 1,3 miljoen euro subsidie. Waar Drenthe en Grains meer dan 4 miljoen ontvangen. Voor de organisatie van exposities had het Drents Museum bij Gelix meer dan 1 miljoen euro te haar beschikking. Dus het budget van Grains naar 2 miljoen rint. Maar men krijgt 5 ton, maakt het Friese Museum haast wel kiezen voor een oren koers. Wat ons uitgangspunt is, het hoeft niet naar binnen gekeerd alleen maar en op zichzelf staan te zijn. Maar je moet als bezoeker wel kunnen snappen waarom het in Friesland te zien is. Dus een mooi thema bijvoorbeeld is krimp. He, dat is een thema wat hier speelt. Nou, daar zou je best eens een grote fotografie tentoonstelling over kunnen maken. Nou, dus wij proberen tentoonstellingen te maken waarvan je snapt van, oh ja, dat is logisch dat dat in het Fries Museum is. Maar zo'n op zichzelf staande expositie als Fuck Off Part 2 in Grains, dat ken je dan net. Nee, zullen we niet doen. En dat is correct de angst van kunstenaar Sies Bleker. Als gastconservator onder andere verantwoordelijk voor de kunstinrichting van het nieuwe provinciehuis en de provinciale kunstcollectie. Hij is benauwd dat met het verhaal van Friesland het Fries Museum haar taak als museum van moderne kunst verliest. Het is een verskraling en dan heeft alleen nog het verhaal. Hoe riek dat verhaal ik is, maar dan heeft het door de geschiedenis, hoe heeft het door het verliezen. En ja, op een gegeven ogenblik dan heeft dat wel schoon, dan heeft dat wel aan, is dat wel hoe kwam. En maar worst meisken, ik naar een jel hier, hè? Nog boeien. Dan zoals toch ik eens een keer naast dat verhaal van Friesland, zoals ik oren dingen wou moeten. Die op een gegeven ogenblik een dreun in een verhaal veroorzaakt. Je hebt ook, en dat is heel praktisch gedacht, de moderne kunst nodig om het museum onder de aandacht te houden en onder de mensen te houden.
Maar neffens oud-docent Bartle Laverman van de kunstacademie Minerva in Grains is het Friesk Museum de moderne kunst al lang kwijtrekken om Museum Belvidère in Oranjewoud. En daarmee ook de voorbeeldfunctie voor de kunstenaars en kunststudenten in Friesland. Ze hebben op een gevel gehad, er staat een U's. Maar dat U's, dat is eigenlijk meer het Museum Belvidère. Want die had een hele mooie vriendenkring, die had een hartstikke mooi blad, Janssens, zware kunsthuizen. En ik als zus naar de kunstenaars die exposeren. Nou ja, meestal bijvoorbeeld als Harmen Abma en Eet Willems met Tjibbe Hooghiemstra, die zitten met het Fries Museum. Maar de zus nogal, dat hij dus ik al naar Belvidère ging binnen. En Belvidère is ik naar hoe de grens ging, naar Grensland. Dus mensen die dus in Grensland echt fureuren maatje en echt belangrijke kunstenaars binnen, die zus nou ik, hè, Martin Tissing, Boer. Dus het Noordelijk Museum, dat is eigenlijk Belvidère. Dus wat maakt er nou maar het Fries Museum? Had het Fries Museum daarmee een functie verleend? Nou, in ieder geval gaan ze een slag verleend. Ik ben bang dat ze niet veel meer bezoekers halen dan in de jaren na Van Krimpen. En daarvoor. En dat het die doelen is heel makkelijk te stellen. Maar om dat te halen, dan zul je daar ja, een heel goed beleid op moeten zetten. En dat hebben ze inhoudelijk tot nog toe niet laten zien dat ze dat gaan doen. Opvallend bij de nieuwe huisvesting van het museum on het Zijlaan is de volslijne integratie met het Friesk Verzetsmuseum. Voorheen hier het Verzetsmuseum meer separaat van het Friesk Museum een plakje op de zouder van de kanselarij onder het Twabaksmerk. De museumleiding hoopt samen met deze nieuwe aanpak een breder publiek om te spreken voor beide musea. Als je zorgen werd we fut komen, dan kwamen we uit een hele mooie locatie, een mooi oud gebouw, wat heel sfeervol weer, waar het Verzetsmuseum op de zolder, want we zien toen op de zolder heel mooi inpaste, een heel mooie sfeer die, nou ja, werd van hele protomeesken zijn van, hey, dat past het er heel mooi bij. Maar wij zijn dat je nou naar een nieuw gebouw zou willen en je bent een mooie nieuwe museale rondes, dat je je zorgen. Dan maak je ik een slagmaatje, dan maak je het wat oors dwan. En dan maak je ik net zeggen van nou, we proberen dat wat we hier te kopiëren hier naar het nieuwe gebouw. Dan maak je echt uitpakken en dan maak je wat oors dwan. We zijn natuurlijk wel een bijzondere plak in het Fries Museum. Hè. We hebben nog steeds de naam Verzetsmuseum. We zijn onderdeel van het Fries Museum. Dat ben we al sinds 1994. Maar we hebben wel een apart verhaal. We hebben wel altijd een wat aparte sfeer. En dat maak je best voor je inzetten. Die integratie. Je bent net huiverig dat dat de kosten geeft van de eigen identiteit? Dat hoeft net, als je dat goed regelt, hoeft dat net. Alleen er is altijd een spanningsveld en daar mag je goed mee omgaan. Ik had altijd een beetje moeite met het Verzetsmuseum. Ik heb het toen, daar kwam ook meteen als het ware verzelfstandigd. Het was Fries Museum, schuine streep Verzetsmuseum. Dat is niet goed. Ik zeg, dan komt er helemaal niemand meer. Dat moeten we niet doen. Maak daar een aparte unit van. En daarnaast. Ja, waarom moeten we eeuwig die ene 5 jaar blijven herdenken? Al die oorlogen die over ons heen gegaan zijn. Ja, ik heb daar mijn bedenken over. Het Verzetmuseum, dat hier een apart gebouw wezen maken. Ik vind dat is een onderdeel van het verhaal. Ik bedoel, in het Rijksmuseum is dat dus heel mooi en ik heel sober. He, wezen, maar met 2 artefacten eigenlijk die periode onder jou. En nou een heel museum, ik vind het jammer. Maar dan helpt financieel directeur Roel Hoering de aap uit de mouw. Het Friesk Museum had namelijk financiële verplichtings. De stichting Fries Verzetsmuseum had haar met een lening van 1,2 miljoen euro een plakje bij het Fries Museum inkocht. Een voorwaarde als onderdeel van die lening is wel dat wij invulling geven aan die functie van het Verzetsmuseum. En wat blijkt eruit in de praktijk? Nou, dat wij het Verzetsmuseum herbergen hier in het nieuwe museumgebouw. En daar ben afspraken over maken? Ja, zeker. Zeker. Ja. Het Verzetsmuseum bleurde mij dus een van de pielders waarmee het Friesk Museum stribbet naar leegdrompeligheid. Maar het museum docht meer voor een maximale tagonkelijkheid. BN'er Jort Kelder bij Gelieks is verregen om als een virtueel gids de bezoekers de speeltjes en geneugten van de macht te tonen van de rieke meesken van toen en van nu. De strijd om geld en geslacht, om macht en om aanzien. Niets nieuws onder de zon. Zo werkt het nu en zo werkte het in de 17e eeuw.
maar ik besteende collecties binnen troch Joodijske kunstenaars voor een breed publiek bereikbaar maken. Vrij bij Geleeks is het beeldverhaal van striptekenaar Joost Zwarte bij de uitstalling van Oer-Frieske Poppen. En zij kregen de Hilper Stielkamer een upgrading van de Duitse mediakunstenaar John Bock. Hij bouwde een installatie en maakte een film over een gruwelijke moordpartij in diezelfde historische kamer. Dat het net afbreuk aan de waarde van zo'n Hilper Stielkamer? Ik denk niet dat het afbreuk doet aan de kamer, want he, die hinderlopen kamer die gaat eigenlijk over het verzamelen van werelden en dat ook weer doorgeven. Dat is wat cultuur is. Cultuur is niet statisch. Cultuur is vreemde elementen opnemen en die weer doorgeven. Nou, dat is wat Joon Bock ook doet. Alleen op een hele andere manier. Maar door zijn werk naast die hinderlopen kamer te plaatsen, heb je het eigenlijk over waar die hinderlopen kamer voor staat, maar dan op een niet stoffige manier. Is het net wat een geforceerd proberen, steeds maar, om deze oude stielkamer een modern randje te geven? Nou, dat was helemaal niet het uitgangspunt. Het ging ons om die kamer op een andere manier te laten zien. Toevallig komt nu dit project eruit. En het feit dat wij hier nu staan en dat we het erover hebben, vind ik wel leuk. Want dat betekent wel dat die hinderlopen kamer, want daar gaat het om, nu eindelijk weer eens in de belangstelling staat. Ja, als het 10, 20 jaar geleden was bedacht, dan had ik gezegd, ze zijn bij de tijd. Maar dat is nu het zoveelste kunstje om daar nog iets mee te doen. Terwijl het natuurlijk doodzonde is, vind ik, dat zo'n stijlkamer uit dat oude museum is weggehaald. Wat een museum was, net als het Tijlers Museum Den Haag, qua museum heel historisch was dat daar in elkaar geknutseld was. Kun je zeggen, het was niet meer van de tijd, maar daar had die stijlkamer precies de plek die moest hebben. En dat ga je nu opleuken als een decorstuk met een kunstenaar die het dan nog leuker moet maken. Maar in feite is de historische ervaring die je daar kon hebben op de oude plek is stuk. Dat krijg je ook nooit meer terug. Ja, daarvoor krijgt mij het museum. Nee? Nee, absoluut niet. Wat dat betreft is het goede dat die kunnenreus er vlakbij zit. Want die stelt hij in staat om met samenhoudslaarzen terug het museum te gaan. De beeldende kunst uit Friesland is verzintwoordig op de expositie Horizonnen. Die gastconservator Key Ellens voor het museum maken. Fries kunstenaar Tjibbe Hooghiemstra met exposities in binnen- en buitenland, zoals in Kwarten in Wenen en Japan, toont hem tevreden. Ik vind dat eigenlijk van die strepen dat je er meer lagen in legt, voor de bezoekers ook. Dat je bewust bent van, wij krijgen bezoekers en dat zijn niet per se de mensen die voor de kunst komen. Nee. Dat zijn ook mensen die een zak aardappelen vrijdag halen en hier naar binnen lopen. Door die verschillende soorten van lijnen krijg je ook al die soorten van informatie erin. En op deze manier, die op het eerste gezicht misschien een beetje over de top lijkt en van wat moet het allemaal. Maar dat is wel iets wat je als je tekst zou gebruiken, als het verschillende soorten tekst zijn, dan doe je daar veel langer over om dat bij mensen binnen te krijgen. Dit is heel impulsief, dat hoef je niet uit te leggen, dat grijp je onmiddellijk. Als je dit zou sjoggen, vind je dan dat de Friese kunst genoeg ruimte krijgt? De kind zegt, je krijgt nooit genoeg ruimte. Hoe meer ruimte, hoe beter. Maar het is flink verdiend wurgen in allerlei, van Tarema tot de hedendaagse kunstenaars, die misschien minder bekend zijn, maar net minder. En dat is alleen nog maar te prijzen natuurlijk. De beeldende kunst en een museum, dat is echt niet meer tentoonstellen. Ik vind tentoonstellen, dat vind ik eigenlijk al een achterhele term. Daar gaat het op heden net meer om. Het gaat volle meer om dat iets makkers, dat iets opzet, dat mensen binnenkrijgt. En die willen oerrompelen, trof wat dan ook. Of het nou geluid is, of dat het beeld is. Dan mag het al je niks zien. Maar met al je plak vinden kennen en dat ken. De mensen die hier binnenkomen, weer oerrompelen. Ja, dat vind ik dat eigenlijk een taak is. Ik vind wel dat het heel snel wisselen je maakt. Een tentoonstelling, heel goed 2 maanden en dan druut en weer wordt nice. Als je binnen is, dan maakt voor die de bek hier vallen van wat gaan we nou weer. Een tentoonstelling tot 2015, 2 jaar. Ja. Dat is te lang. Ja, vind ik wel. Ja. In het oude museum hadden we opstellingen die stonden nog veel langer. Dus in die zin is 2 en 4 jaar eigenlijk helemaal niet zo lang.
En we zeggen dat eigenlijk omdat we denken dat dit een hele mooie expositie is. Dus ook veel tijd in gaan zitten. Dus het is zonde om hem heel snel weer af te breken. En in het museum hebben we een paar tentoonstellingen die lang blijven staan. 2, 4 jaar. Maar we hebben ook tentoonstellingen die blijven een maand, 2 maanden, 3 maanden staan. Dus we wisselen met verschillend tempo met verschillende tentoonstellingen. Intussen wil het museum Prinsessenhof in Ljouwt de ontwikkeling van het Saailân met argus egen volgen. Het landelijk verneemde keramiekmuseum, met een eigen begrutting van 12,5 miljoen euro, valt in de nieuwe organisatiestructuur direct onder de directie van het Friesk Museum, dat een driegend exportagetekort van 6 ton voor het werkje moet. En dat budget dat keramiekmuseum het Prinsessenhof opdraaien kan in de reorganisatie van de financiële lasten van het Friesk Museum. Daardoor komen in kwarten 5 meiwerkers van het Keramiekmuseum het Prinsessenhof op stritten te staan. Ze willen net maar het gezicht van de camera uit angst voor represailles. Maar alle meiwerkers lieten weten dat ze benauwd binnen. Dat in de toekomst bij mogelijk negatieve cijfers het Friesk Museum het Prinsessenhof op een nij uitklaaien zal. Zakelijk directeur Roel Woering kan het laatste echt net ontkennen. Het is zo dat het Friesk Museum en het Keramiekmuseum Prinsessenhof die zijn gefuseerd. Ook op operationeel niveau, dat hebben we een aantal jaren geleden hebben we dat ingezet. Die fusie is succesvol. Daarmee hebben we schaalvoordelen kunnen realiseren. Daarmee hebben we de kwaliteit van beide organisaties kunnen verbeteren. Dat betekent ook dat als we een probleem hebben bij de ene organisatie, dan zal dat ook altijd de mensen in de andere organisatie raken. Dat kan niet anders. Je bent een geïntegreerde organisatie in voorspoed en in tegenspoed. Dan kun je wel dus begrip tonen voor het feit dat zij het gevoel had dat ze slachtoffer worden. Ja, begrijp ik heel goed. Hoe dan ook, het Friesk Museum bloot een prachtig bouwwerk op een prominent plak in het hart van de Haardstad. Maar kunsthistoricus Huub Maus twijfelt na een ingreven studie of dit wel het museum is dat architect Abe Bonnema eer voor eigen steer. Kort na zijn dood, op 2 augustus 2001, meen ik, kwam er al meteen in de krant een bericht: architectuurmuseum door legaat van Bonnema. Nou, is dat wat veel gezegd? Want ik geloof niet dat hij echt een architectuurmuseum. Maar er was duidelijk in die eerste berichtgeving die naar buiten kwam sprake van een museum waar aandacht zou zijn voor architectuur. En het was ook een Fries museum op of aan het Saailân. Het was niet zo dat het Fries museum naar het Saailân moest. Dat is er op een gegeven moment ingeschoven. Ten eerste door dat project Nieuw Saailân. Men vond het wel goed dat daar een museum kwam. Maar ook nog door allerlei cultuurpolitieke belangen heeft men dat hele museum daarin gewild. En dat was duidelijk, dat had niet gehoeven. Er waren ook mensen die zeiden, die potten en pannen, die willen we wel achterlaten. Laten we hier gewoon een nieuwe presentatieruimte met alle moderne technieken, waar alles en ook architectuur, maar Friesland zich kan manifesteren. Maar dat is al meteen dus niet volgens de wens van Bonnema, want die dat een museum met aandacht voor architectuur, nou, dat is het niet geworden. Het is gewoon het Fries Museum geworden. En dat is denk ik iets wat hij nooit gewild heeft. Hem kennende, ik heb hem gekend persoonlijk, was het een modernist, een avant-gardist, iemand die vooruitkeek, die naar de toekomst keek. En die weinig had met zo'n historisch museum op zo'n plek daar. Dat kan me niet voorstellen dat hij dat ooit in gedachten heeft gehad. Maar de architect van het museum, Hubert-Jan Henket, die postuum de opdracht van Abe Bonnema kregen, denkt dat de Friese architect minder problemen met de inhoud van het museum heeft zoeën, omdat er een benamming rjochte op de vorm. Abe Bonnema was net als ik bezig met de moderniteit. Wij vinden allebei dat wij hadden allebei een idee van hoe die toekomst moest zijn. Vooruit, hoop op de toekomst, dus je bouwt een gebouw van deze tijd. Dat zie je in dit gebouw, dat zie je niet zozeer. Dat we zeggen in de gebouwen hieromheen, dat is meer retro-architectuur. Zowel Abe Bonnema als ik vinden dat je gewoon in deze maatschappij staat, vooruit, dus ook met de middelen van deze tijd, met de gedachten van deze tijd. Het moet midden in de samenleving staan, omdat zonder een samenleving bereik je met elkaar niks. En als je dus die krimp aan wil, als je je milieuproblemen aan wil, als je al dat soort zaken aan wil, moet je een gemeenschap zijn. En dat is ook de geest van Abe Bonnema. Het is de geest van Abe, het is de geest van dit gebouw. Dus het is een ode aan Abe. Dat is het zeker. Een man die
40 miljoen gulden, 18 miljoen euro aan een stad geeft om daar een mooie plek van te maken, is toch fantastisch? Welke stad is dat ooit overkomen? Leeuwarden. Wat zou het museum dwamaten om in de toekomst op de kaart staan te blijven? Creativiteit en kwaliteit. Nadenken over wat je in huis hebt en dat op een hele goede manier verbanden leggen met ontwikkelingen die nu in Friesland gaande zijn. En geld, daar moet geld bij. Dat, wat het nu gaat, dat wordt een sterfhuisconstructie bijna. Zoals, het is bijna schandalig dat je zo'n groot museum met zo weinig geld en zo weinig mensen laat draaien. Dat is, wat het geweest is, is het gewoon een verarming geworden. En dan hebben we het over al die taken die een museum ook hoort te hebben. Collectievorming, behoud, publicaties, onderzoek, aankoopbeleid. Ik zie dat een grote verarming zich straks daar voltrekken. En men zal zich alle kracht, ook vanuit de overheid, daar om moeten letten om dat op peil te gaan brengen. Je hebt ambitie als museum. En de provincie heeft ook ambitie met ons. En daar, dat hebben we ook afgesproken, daar moeten we goed gesprek over hebben. Wat is realistisch? Hè? Want wat wij heel vaak kregen te horen is van, ja, jullie moeten het doen zoals. Maar als je dan kijkt naar onze, ons budget, zeg maar, ten opzichte van die andere partijen, dan zit daar enorm veel verschil tussen. Hè? Dat is 2,5, 3 keer zo groot. Nou, en daar moet je reëel in zijn. Je vindt dat je dan als museum meer taskik krijgen moet? Ja, dat vind ik wel. En wat denk je dan over? Nou, wat wij willen is met name een heel goed programmabudget en een heel groot marketingbudget. Hè? Want je marketing is tegenwoordig ontzettend belangrijk. Dus daar willen we met de provincie verder over in gesprek. En de timing kon net beter. Want Ljouwert als culturele haardstad van Europa in 2018 had dus geen verlet van een veredelde oudheidskamer. Ljouwert verdient een cultuurpaleis. The panel recommends the Dutch government, the minister, to nominate European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. Yeah!